Beyblade, let it rip. De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Vorige keer in Beyblade. Het is Rago gelukt om de zwarte zon tevoorschijn te laten komen. En Jinga moet nu heel snel handelen als hij de wereld wil redden. Bij zijn vrienden die uitgeput zijn van de gevechten, staat Jinga weer op van de grond en schreeuwt naar Rago dat hij nooit zal opgeven. Maar zal blijven vechten zoals een legendarische blader dat zou doen. Jinga's vrienden bieden de krachten van hun beest aan Jinga en zijn Bey Pegasus. Kiyoya, Kenta, Yu, Tsubasa, Chris en de rest vragen allemaal aan Jinga om die kracht mee te nemen om zo Nemesis te kunnen verslaan. Jinga accepteert de hulp van zijn vrienden en belooft al hun B-gevoelens en B-krachten te gebruiken om de god van verwoesting te verslaan. Jinga lanceert Pegasus en het allerlaatste gevecht tegen Nemesis is begonnen! Laatste gevecht. Degene die hier straks door de lucht zal vliegen. Ga nu! Pegasus blokkeermodus! Meneer Jinga! Goed gedaan, Jinga! Ga zo door! Neem hem te grazen, Jinga! Goed nieuws! Pegasus heeft opeens weer heel veel kracht en er valt moedig aan. En nog eens, en nog eens, en nog eens! Dit gaat je lukken, Jinga! Pak hem nu meteen, oké? Okay? Dat gaat goed! Doorgaan, Jinga! Val hem aan, man! Kom op, jongen! Ga zo door! Pegasus heeft nu echt de overhand in dit gevecht. De vijand wordt teruggedreven. Ja, pak hem, jongen! Die aanval van jou heeft geen effect op de god van verwoesting. Pegasus smijtmodus nu! Maak snelheid, special move! Pegasus sterrenstoot aanval! Pegasus! In de ultieme balansmodus kan Nemesis automatisch schakelen tussen drie soorten prestatiepunten. Aanval, verdediging en uithoudingsvermogen. Hij kan aanvallen van Pegasus tegenhouden met de scherpe punt van de uithoudingsvermogensoort. Hij kan zich verdedigen tegen een speciale aanval met zijn stealth-semi-verdedigingspunt. Nu is het mijn beurt! En ook met de extreme vlakke punt van zijn aanvalsoort. Daar komt hij, Jinga! Denk maar niet dat jij de kracht van Ryuga kunt gebruiken, onbeschoft monster! Huh? Oké, allemaal! Geef me alsjeblieft jullie kracht! Geef het nu! Oh ja! Dat is de kracht van Anubius, echt wel! En mijn Very Arrow staat er ook bij! Ha, zo is Jinga! Jinga! Oh! Dus je hebt ook nog de kracht van het beest van je vrienden gekregen? Dat maakt het nog interessanter! Nu zal het voor mij nog lekkerder zijn om jou te verslaan! Wat is dit heftig, mensen?
Wat een geweldig gevecht daar beneden. Dit gevecht bepaalt straks het lot van de hele wereld. Jenga! Geprobeerd. Onze kracht is zowat gelijk. Dat is waar. En terwijl wij vechten, blijft de duisternis van de zwarte zon zich verder verspreiden over de hele wereld. Denk je nou werkelijk dat jij de god van verwoesting kunt verslaan voordat de wereld vernietigd is? Of heb je echt de kracht om nog zo lang tegen Nemesis te kunnen vechten? Wat zeg je nou? Dat is de beperking van een mens. Jupiter! Nee, Dynamis! Anubius! Yuki! Het zal nooit gebeuren dat een mens zou winnen van een god! Nee, Leon! Kyoya! Ik zal je de kracht laten zien van de god van verwoesting! Kenta? Jongens! Ja, zelfs nu je de kracht van het Star Fragment in je hebt, bezit Nemesis nog steeds een grotere kracht die jij nooit zult hebben. Wat zeg je? Wat is dat? Het is de kracht van de pijn, agressie en haat die gevoeld wordt door de god van verwoesting en die verborgen zat in de koude, donkere aarde duizenden jaren lang. Zo'n kleine worm als jij kan nooit winnen van deze vorm van agressie. Wat is dat voor een ding? Oh nee, moet je kijken. Jenga doet zo ontzettend zijn best en we kunnen echt niets doen om hem te helpen. Kunnen wij nu echt alleen maar afwachten en zien wat er gebeurt? Oh, als ik maar een echte legendarische blader, dan zou ik het gevecht kunnen overnemen van Jenga en Kyoya. Oh, zat er maar een Star Fragment in mijn boel. Dan kon ik hem helpen. Het is niet eerlijk. Huh? Oh. Wat is dit? Wat? Mijn fox. Aquario? Op een dag viel er een ster uit de hemel. Door de eeuwen heen veranderden stukken van die ster van vorm en werden de bees zoals wij die nu kennen. Waar heeft u het nou precies over? Ik snap het. Onze bees hebben eigenlijk ook al de kracht van het Star Fragment in zich zitten. Wow! En niet alleen onze bees hebben dat. Alle bees in de wereld. Ieder zijn bee heeft de kracht van het Star Fragment in zich. Het komt waarschijnlijk niet eens in de buurt van de kracht die de legendarische bladers hebben, maar toch... De kracht van het Star Fragment is ontwaakt en wordt sterker door de B-harten van de bladers. Ba-ba-ba-boel! Ik verlies van niemand als het puur om mijn B-hart gaat! Jenga, gebruik de kracht van Boel ook maar, oké? Ja, en die van mijn Fox! En ik zal jou de kracht van mijn Lyra geven, Jenga! En die van mij krijg je ook, Jenga! Wow! Benkei en de andere bladers in de helikopter willen ook graag een beest geven aan Jenga. Het is alsof zij een kracht aan Jenga willen geven tijdens dit gevecht. Ik reken op je, Surafa. Ga nu! Ga nu Jenga helpen! En die van mij ook, Jenga!
Ik heb er ook een, zie je? Een geweldige kracht die, hoe hard jij het ook probeert te controleren, jij nooit, maar dan ook nooit zal hebben. Jenga! Boom! Ha, daar gaan we, Rago, en deze keer zal ik het afmaken. Hoor je me? Doe niet zo belachelijk. De kracht van de zwarte zon zal jouw krachten gewoon wegblazen. Ga nu, Pegasus! Nemesis! Meneer Jenga! Neem hem flink te grazen, Jenga! Pak hem aan, maat! Niet opgeven, Jingy! Jij gaat dit winnen, Jenga! Dit is de kracht van alle bladers op de wereld bij elkaar opgeteld! Onze hoop voor de toekomst. Onze kloppende, zuivere B-harten. Oké, jongen, goed gedaan. En nu moet je het afmaken. Jenga! 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 De band die er tussen bladers is, wordt veroorzaakt door Beyblade. Dat is de ultieme kracht die ik nu heb. En dat is iets dat jij nooit zult hebben. Hoeveel er ook bij elkaar komen, wormen blijven altijd vormen! Jij en je belachelijke hoop zullen weggebrand worden door het vuur van de zwarte zon! Daar gaan we, Pegasus! Daar gaan we allemaal! Pegasus, schrijnende wind! Vlieg nu, Pegasus! Nog hoger! Ga zelfs nog hoger! Oh! Wauw! Ongelooflijk! Pegasus blijft maar klimmen, hoger en hoger, diep de zwarte lucht in! Pegasus, jij en ik zijn één hart en gevoel. Laten we samen vechten, tot aan het einde. Thank you.
Maar meneer... Jinga! 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 Jinga heeft gewonnen! Jinga heeft gewonnen! In een heroïsche strijd met een mysterieuze bee die probeerde om de wereld te vernietigen, heeft Jinga het geflikt! Hij heeft een van de meest dramatische gevechten gewonnen! Is het allemaal voorbij? Heb ik nou echt gewonnen? Heel erg bedankt, Pegasus. Oh nee, Jinga! Nee, Jinga! 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 Jinga, gaat het wel goed? Alsjeblieft, hou vol, jongen! Jinky, ja! Jinga! Jinga! Hou vol! Jongen, toch? Jinga? Kenta? Jongens? Ik heb gewonnen, toch? Is Nemesis deze keer echt verslagen? Oh, zeker weten. Het is je gelukt. Je was echt geweldig, ouwe vriend. Dat was een prachtige overwinning. Je hebt de wereld toch maar mooi even gered. Meneer Jinga, heel erg bedankt. Het is je gelukt, Jinga. Maar alleen maar omdat je de hulp van mijn Very Arrows had, als je begrijpt wat ik bedoel. Huh? King heeft zoals altijd weer eens gelijk. Ik heb net kunnen winnen, omdat ik de krachten van jullie bij me had. Oh ja, en niet alleen maar van jullie hier. Ik voel dat echt tot in mijn botten. Het gevoel van de B-harten van alle bladers in de wereld. Het stroomde bij me naar binnen als een rivier. Jinga! Meneer Jinga toch? Nu is alles gelukkig voorbij. Ja, ons doel als legendarische bladers is nu gehaald. Waar heb je het nou over? Dit is nog maar het begin! Mijn doel is om de legendarische bladers één voor één te verslaan. En daarna is Jinga aan de beurt. Akuma en Dynamis, jullie heb ik al eerder verslagen. Chris, jij bent nu aan de beurt. Oké, klinkt goed. Ik vecht wel tegen je. Wacht even. Jij en ik hebben allebei één keer gewonnen. Tussen ons is er nog niks beslist, oké? Dat is waar. Ik verpletter jou zo vaak je maar wilt. Jojo is weer dezelfde gemene vent als vroeger. Ik mag die vent helemaal niet. Jojo! Hoi iedereen! Hey, jongens! Huh? Toby, zie je! Jinga! Is iedereen ongedeerd? Hey, pap! Hikaru! Oké, we gaan naar huis. We hebben gewonnen, Ryuga. Jij keek toe, of niet soms? Ha! Eindelijk is het dan zover. Jinga, je bent nog als enige over. Vandaag kan ik het eindelijk afmaken. Spaar hem niet, Kiyoya! Als jij Jinga nu verslaat, word je de allersterkste legendarische bladder van iedereen! Je hebt het goed gedaan, Kiyoya. Dus laten we beginnen, maar ik ga niet voor je met mijn pootjes in de lucht liggen. Zo is het. Ik denk dat vanuit de ruimte de aarde waarschijnlijk niet meer lijkt dan een piepklein B-stadion of zoiets. Dat is een mooie manier om het te zien, dus laten we plezier maken. Er is niet zo mooi als een B-gevecht in een groot stadion met een sterke tegenstander zoals jij. Vroeger praatte je ook altijd al veel te veel. Kom maar op, jongen. Oh ja, daar gaan we, Kiyoya. Als ze zo bezig zijn, kun je er maar beter niet mee bemoeien, zeker weten. Aha. En samen met hun geweldige B-harten zal jullie band helpen om nog meer B's bij elkaar te brengen. Jammer genoeg heeft Nemesis diepe littekens op de wereld achtergelaten. Het duurt nog wel even voordat die genezen zijn. Maar alles zal weer normaal worden en de wereld zal weer zijn zoals vroeger. Maar we hebben vertrouwen in wat je zegt. De dag zal komen dat de mensen op aarde weer kunnen lachen en verenigd worden door Beyblade. Oké. En het waarmaken van die droom is een taak voor jullie samen. Oh ja. Nou, laten we het feest gaan beginnen, oké? Want als er ergens een B-gevecht is, is Blade DJ er ook. Zijn jullie klaar? 3, 2, 1, let's go!